Geachte aanwezigen. Op zaterdag 14 november vieren wij officieel het Diwali-feest. Hetgeen een nationale feestdag is. En vandaag hebben we net de nationale dia aangemaakt. Hierdoor is dan de viering van het Diwali-festival voor ons land officieel ingeleid. Diwali staat voor een rij van lichtjes. Licht dat in ieder religie terug te vinden is en is een universeel symbool voor warmte, de oerbron van het leven, het bestaan en hoop. Het licht dat van oudsher bekend is als de overwinning van het goede op het kwade. Het licht dat wordt aanbeden symboliseert eerst het licht in onszelf. Dat wij aanwakkeren om het goddelijke, de ziel, positiviteit, welzijn, wijsheid, kennis en harmonie te vereren. Zo gaan wij in ons land Suriname nu ook naar een nieuw verlicht tijdperk. Een tijdperk van voorspoed. Een tijdperk van rijkdom. Een beter Suriname voor alle Surinamers, voor alle burgers. De rij van lichtjes symboliseert ook de gedachte van verbondenheid binnen de samenleving. Verbondenheid met elkaar. Dat we elkaar ondersteunen. Met name in tijden waarin grote delen van de samenleving het niet makkelijk hebben. Getroffen door armoede, getroffen door COVID en ook de financiële crisis. En daar is de plicht om onze medemensen te helpen en bij te staan. In het bijzonder de armen en de zwakkeren in de samenleving. Dames en heren, hen betrekken we ook vandaag, zeker als we vandaag hier Diwali vieren en dat ze met ons zijn, in onze gedachten, dat we als mens ook alles moeten doen om ook verlichting in die situatie van hun te brengen. Wij omarmen deze gedachten en roepen de samenleving op om voor elkaar te zijn. We vinden ons momenteel op het onafhankelijkheidsplein. De nationale dia wordt zo dadelijk aangestoken. Heeft u een Diwali-boodschap voor de Surinaamse samenleving? Nou, natuurlijk. Kijk, Diwali is meer in het kader van licht, vernieuwing, betere hoop, toekomst, etc. En u ziet het, er zullen overal dia's gebrand worden. Er is veel verlichting. En het is de boodschap van een betere toekomst. Als je mij vraagt als minister, deel van de regering, hebben wij de taak om Suriname te helpen naar grotere hoogte. Een betere toekomst voor iedereen op elk gebied. Minister, we bevinden ons momenteel op het onafhankelijkheidsplein. De nationale dia wordt zo aangestoken. Heeft u een boodschap in verband met Diwali voor de Surinaamse samenleving? Ja, het is heel mooi dat wij mogen denken dat het goede het kwade overwint. En daar staat de regering Santokki-Brunswijk ook voor. Wij strijden voor ons volk. En zo is het ook met deze dag dat er
door onze hindoebroeders voornamelijk wordt herdacht dat het goede het kwade zal overwinnen. Licht de duisternis zal overwinnen. Zelf ben ik christen, maar het is mooi dat we in Suriname zo een liefde naar elkaar hebben. Een als natie met elkaar leven, waar we elkaars religieuze hoogtijdagen respecteren, elkaars cultuur respecteren. En dat wij zo ook als natie elkaar zullen stimuleren om op te bouwen. En dat wij dus ook elkaar zullen stimuleren om steeds het positieve te kunnen belichten. En zo te gaan naar welvaart en welzijn voor onze hele natie. Dus Shub Diwali voor heel Suriname. Diwali-feest is met veel licht. Het is ook het symboliek toch, dat de mens uit de duisternis wil komen. En dat zijn wij als land nu ook aan het doen. We stapje voor stapje komen uit de duisternis waarin we zaten. En daar past dit mooie feest bij. Dus ik wens mijn hindoebroeders en zusters een Shub Diwali toe. En ik wens heel Suriname gauw dat we uit de duisternis komen en dat we weer in het licht zijn.